Je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza met veel wolken boven Nederland en van het westen uit komen er ook nog wel meer aan. En die wolken die brengen ook nog eens flink wat regen in de loop van de ochtend van het westen uit. Het wordt een druilerig weerbeeld met temperaturen die langzaam wat oplopen. De regen hoort bij een warmtefront en dat betekent dat we vanmiddag echt wat zachtere lucht krijgen. Vooral in het zuiden van het land waar het 10 of 11 graden wordt. In het noorden 7 of 8 graden met in de loop van de middag in het westen ook wel weer wat opklaringen en een drogere periode. In de avond wint het droge weer verder terrein, maar in het zuiden blijft het toch tamelijk bewolkt en wat regenachtig, een beetje druilerig dus. Temperaturen gaan langzaam omlaag. In de nacht kan nevel en mist ontstaan. Dan morgen in het midden en noorden overwegend droog weer met wat zon in de loop van de dag, misschien een enkele bui in de middag. Het zuiden blijft druilerig. 10 tot 12, misschien lokaal 13 graden in het zuiden van het land. Dan is vrijdag een overwegend droge dag in het weekeinde. Wordt het weer wisselvalliger en het blijft voorlopig zacht met temperaturen van 10 graden of meer. Dat zachte weer en dat druilerige weer vooral in het weekeinde, ja, dat hebben we toch te danken aan veel laagdrukgebieden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.